Yo, Kees van de Dutchums. Welkom bij episode 6 van Jij Vraagt, Ik Bouw. Ik ben Giel. We gaan vandaag weer verder met waar we gebleven waren. Dit is de boot. Dit hebben we vorige episode gemaakt. En de lijn. Ik heb hieronder al alles zwart gemaakt. Dat is omdat ik zwart toch echt de voorkeur gaf bij dit schip. Het geeft een mooie donkere kleur, alsof het water het hout een beetje verkleurd heeft en zo. Nou, dan gaan we hier nog één randje doen trouwens. Welk hout zal ik dat doen? Die denk ik. Moet ik hem wel goed pakken. Zo. Omdat hij nog niet gebruikt is. En ja, het is gewoon een mooie kleur. Dat gaan we dus hier gewoon in de body doen. Zo. Zo. Hier plaatsen we het hout gewoon net boven het zwarte randje. Oftewel het zwart gekleurde hout. Waardoor het een soort van grens lijkt te vormen. Dat zullen jullie daar ook wel zien. Maar dan zie je dat er een soort van grens zit tussen het donkere en het lichte. Hier gaat het hout heel dicht op elkaar zitten, maar dat maakt niet uit. Het ziet er wel vet uit. En dat doen we hier ook eventjes. Zo. Zo. Ah, en zoals ik al zei, de vorige episode konden we hier nog zo'n ding onder maken. Dat lijkt mij wel mooier. Aangezien het gewoon vetter lijkt. Deze wordt wel iets groter, omdat die onderaan zit. Dat doen we hier gewoon hetzelfde als in de vorige episode. Met het hout een beetje kijken en markeren waar we het willen hebben. Dat doen we hier ook. Nou. Dan doen we hier de vloer. Zo. En hier ook. Nou. Dan gaan we dit eventjes uithollen. Zo. Dan kunnen we hier de vloer alvast weer maken. Dat zijn de goede kleuren, denk ik. Nou. Holy fuck. Yo, daar ben ik weer. Sorry, ik moest even wat aanpassen in de video settings. Dan gaan we hier dit dakje langzaam maken. Zo. Hieronder moet de vloer nog komen. Zo. En hier. Zo, dat lijkt me wel vet. Dan gaan we de muren weer invullen en plaatsen waar we het willen. Dus ongeveer hier. Misschien eentje verder naar buiten. Ja, dat ziet er mooier uit. Hier nog. Hier. Dit wordt een iets minder goed begaanbare plek. Oftewel, je kan hier niet echt lopen op het balkon. En ja, dat komt omdat het anders te ver overhelt. Oftewel, te groot lijkt hierachter. Kijk maar. Anders komt het helemaal tot en met hier. En dat willen we niet hebben. Ik maak het eventjes gewoon dag wou ik zeggen, maar dat heeft mijn vriend al gedaan. Dankjewel. En nou, zoals ik al zei, het helpt te ver over. En ja, dat is gewoon niet mooi. Dat ziet heel, heel onrealistisch uit. En aangezien het Minecraft is, kun je niet heel goed ja, die blokken daar zo laten lijken alsof het realistisch is. Dus we doen het gewoon zo met de vensters langs de ramen op. Hier komt ook geen deur in, maar het is gewoon mooi voor de ramen. Nou, het ziet er al heel vet uit van achter. De ramen zitten erin. En de randjes zijn er ook mooi geworden. Dan is het bodywork bijna klaar. Dan gaan we nu aan het dek beginnen. Dan pak ik even de stuff die ik nodig heb. Zo. Nou, we gaan alle lagen doen. Hier komt een laag, hier komt een laag en hier komt een laag. Drie lagen denk ik. Maar we beginnen bovenaan, dat is namelijk het mooist. Ik doe het hier gewoon met stairs. En dat blijf ik hier gewoon doorvullen tot en met hierachter.
Zo. Dan zie je dat hier nog een dwarsbalk zit. Kunnen we wel gewoon een soort van volging doen. Doen we gewoon de stairs daar aan verbinden. En dan gaat het hier omhoog. Zo. Dan doen we hier weer een paar slabs. Dit kunnen we weer verbinden. Ja, het is gewoon eigenlijk gewoon één makkelijk groot proces. Het is, blijft allemaal bijna hetzelfde. Als je maar weet wat je moet doen. En waar je dingen moet plaatsen. Want je moet gewoon een beetje kijken. Want hier gaat hij weer omhoog. Doe je weer een paar... hoe heet het? Ja nee, hier kun je stairs doen. En hier bijvoorbeeld weer slabs. En, ja, je moet gewoon een beetje kijken wat mooi lijkt. Het hoeft niet helemaal precies hetzelfde te zijn hoe ik het doe. Als je het probeert te bouwen. Je moet gewoon wat proberen wat jou leuk lijkt en wat jou mooi lijkt. Want nabouwen heeft niet echt zin aangezien het bijna onmogelijk is om het hiervan na te bouwen. Ik heb ook nog nooit... elk schip is anders voor mij. Elke boot heeft een andere vorm. Het is gewoon niet te vergelijken. Dus ik maak het allemaal gewoon anders. En dat geeft het ook weer een soort van unieke twist, laat maar zeggen. Waardoor... Ja, alles gewoon uniek is en niet hetzelfde. En dat vind ik gewoon mooi. En ja, ik weet niet wat jullie daarvan vinden, maar ja. Zo denk ik erover dan. Nou, hier gaan we iets lager weer. We hebben dit ook gehad. Hier kan ik wel een soort van mooie de hoekjes afronden met stairs. Nou, gaan we die kant doen we nog. Dan gaan we nog eventjes hier nog een paar mooie hekjes maken. Dat doe ik met deze kleuren en deze. Ik begin hier achter wel, dat is mooi. Ah, dan gaan we langzamerhand de hekjes over het hele schip zo doen. Deze kan weg trouwens. Zo, hier ook. Dat kun je gewoon helemaal door laten lopen. Tot hier bijvoorbeeld. Dan gaan we hier verder. Zo. Nou, hebben we dat gehad. Dan gaan we nu de stuff pakken die we nog meer nodig hebben. Die en die. Nou, hiervoor beginnen we met steen erop te leggen. De hekken langs het boot waren altijd heel hoog. Dus niet denken dat het heel hoog uit gaat zien en zo. Maar het gaat er goed uitzien, geloof me. Dat zei ik in het begin ook over de body. En ja, ik vind het er best wel mooi uitzien tot nu toe. Nou, hier ga ik een soort van kleurafwisseling doen tot en met hier ongeveer. En dat gaat er zo ongeveer uitzien. Ik gebruik hier stairs om het een soort van te verbinden. Waardoor het niet zo eruit begint te zien. Dat vind ik niet mooi. Zo lijkt het één groot stuk hout. Dan gaan we hier weer over naar steen. En dat doen we dan hier ook over de hele fences. Helemaal de rij tot naar achter. Helemaal tot met de grens. En dat doen we hier ook. Hier weer een fans. Hey, waarom zeg ik het fans? Het is een ster, toch? Ja. Nou, hier ook. En dan zijn we er bijna. Dan denk ik dat wij de volgende episode dit ding gaan invullen. En waarom ik dit allereerst doe en daarna pas de boot flip is, als ik hier in de helft maak, dan hoef ik maar, het scheelt me de helft werk. En dan kopieer ik deze kant helemaal tot met hier. Dat scheelt heel veel werk, echt. Anders moet ik het helemaal precies na gaan bouwen. En dat vinden jullie ook niet leuk om te zien. Want jullie hebben al één kant gezien. En ja, dat vind ik al genoeg. Nou, de achterkant ziet er al vet uit. Mooie ronde vorm. Zoals je ziet de bootvorm al terugkomen daaronder. Nou, nu met de fences. Ziet er al vet uit. Maar ja, dan gaan we de volgende episode verder. Ik wil jullie bedanken voor het kijken naar episode 6. Vond je het nou leuk? Laat een like achter. Ik heb dit keer, de vorige keer was het iets langer, maar ik moet even meer op de tijd letten, want ik denk dat ik zo heus wel iets langer kan doen. Maar elke keer als ik
klaar bent met een onderdeel, wil ik wachten met het nieuwe onderdeel totdat de volgende episode begint, want dat is het duidelijke. En daarom zijn sommige episodes korter dan de andere. Maar ja, zoals ik al zei, vond je het leuk, laat een like achter, laat een comment achter wat je ervan vond en wat je graag na deze podcast zou willen zien. En subscribe nog even op de Dutch Storms en dan spreek ik jullie in de volgende episode. Ciao!